Goedenavond allemaal. Nog een spirograaf. Ditmaal een van 1993. En dat zit er allemaal in de doos, wat ik u zal laten zien. En je hebt daar dus heel veel mogelijkheden mee. Allee, bijna bij alle spirografen. Dus, dat is dus een groot wiel. En daar kunt u dan een vlinder van maken. Dus u maakt dan eerst deze zijde en dan legt u hem langs deze zijde. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ja, ah ja, hij staat hier op de doos. Ja, dat is waar. Ziet u? En zo komt dat dan. En hier in het midden is dus voor zijn lijfje te tekenen en dan zijn hoofd en zijn want wat ik wel al had gedaan is ook met deze spirograaf al. Ziet u? Ik vind daar, ja. En ja, ik ben nog maar juist begonnen. Dus heel veel kan ik u nog niet laten zien. Maar ik wil u toch even kennis laten maken. U kunt ze dus. En dan hebben we deze wiel. Dat bestaat dus alleen uit een grote cirkel waar u dus ja, mooie spiralen mee kunt maken. En er is een boekje bij, maar ja, u moet zelf ook een beetje zoeken. En dan allemaal zo verschillende symbooltjes. En hier kunt u een strik van maken. Dan moet u natuurlijk voor de andere kant het omdraaien, hè, in spiegelbeeld werken. Er staat een schone kaars op. Ja, allez, u kunt daar dus. En dan ga ik nu met. Maar ik moet dan wel een beetje dichter. Nog aan tafel. Dat past dan niet op uw voetjes. En dan is er ook nog een vierkant bij. Ik weet niet juist hoe dat ze het noemen. Ja. En dat is dus voor naast het wiel dan. En dan hebben ze ook nog, gelijk als in de gewone spirografen, de 105 en de 144. Hè. Die twee wieltjes die er normaal gezien altijd bij zijn. Dan de rak, of het latje, maar ze noemen het eigenlijk de rak, hè, in het Engels. En daar kunt u dan ook weer rondgaan, dat kunt u zien op het voorbeeldje, ziet u. En dan zeggen ze ook hoe dat je moet beginnen enzovoort enzovoort. Maar dat is, ja, vrij moeilijk en dan moet u heel rustig zijn en nu momenteel met mijn pols heb ik niet zoveel kracht om dat te doen. Dus dan de wieltjes die erbij zijn, gelijk u ziet, 2, 4, 6 gele en 2, 4, 6 in de letter 1 op tafel
van die mauve. En dan nog de speciale. De drie speciale nog. Enfin, u kunt daar dus, ja. En hier is ook nog een rat aan. Dus ja, u kunt dus. En hier staat zelfs een stinsknop voor een bloem. Dus de twee blaadjes en de steel. Het is allemaal wel goed doordacht. En dan gaan we nu proberen, maar ik zeg het. Ik heb hem ook nog niet lang. In het hoekje zo. Want hier staan ook geen cijfers op. Gelijk als op die. De deze. Daar staan dus de cijfers op. 144 en dan begint die op punt 1 en dan punt 2, punt 3, punt 4. Maar dat staat daar niet op. Dus. Ik snap het al, wat het gaat worden. Zo gelijk we die kleintjes al gehad hebben, als u mijn YouTube kanaal volgt, is die dan een hele grote. En ja, je moet dus echt niet te rap willen zijn, want dan zou het kunnen verschuiven. En voor de veiligheid heb ik hier ook twee spiropudding opgeplakt. En dan gaan we nu met een andere kleur. Waar is het gaatje? Ja, daar. En dat zal een hele mooie zijn. En dat komt dus ook van YouTube. En dat komt, ja, dat was al een gebruikte, hè? Maar die was compleet. Ja, en ik zit daar niet mee in, want dat te gebruiken, als dat al gebruikt is geweest, want er was een tekening bij van dat kindje. Van de scene, denk ze, zodat ik kan vinden, ja. En dat kindje, maar, die had dat, en ja, ik doe dat nu niet weg. Meisje of jongen dat het gemaakt heeft. Dus het komt dus van Amerika. Dus die heeft een lange weg achter de rug, ja. Maar er zijn dus ook veel schabloontjes bij, ja, gelijk dat kaarsje, dat je dan een strik kunt maken, enzovoort, ja. Ja, en ik ben, ja, een beetje, wat spirografen betreft, dan pakt u weer een kleurtje en dan wordt dat heel, heel
Ja. Ik heb nu niet specifiek de kleurtjes van de regenboog, maar dat kunt u dus ook, hè. Dan legt u die is allemaal klaar op een rijtje van rood te beginnen, geloof ik. En dan oranje en zo verder en zo verder. Dan kunt u dat allemaal klaarleggen. En als zij dan af is, ja, dan hebt u dus een regenboog. Ziet u? Dat is werkelijk heel prachtig, maar ja, heel veel werk. Maar ja, ik doe het ontzettend graag. En je ziet, het is de eerste keer zo. En als je daar zo een paar keren mee gewerkt hebt, dan hebt u daar zo, ja, gelijk als mijn zoon zegt, de pak zo'n beetje, allee, ja, en dan draaien die wieltjes ook wat beter en zo. Zo. Dan gaan we nog een schoon kleurtje nemen. En dan zou ik eens hier mogen piepen. Ja, ik heb het al gezien. Zo, ik heb het nu niet laten vallen, gelukkig niet. Want ik heb iets met vallen, hè. Ik moet wat oprapen per dag. Dat is gevallen, dat is gevallen. Maar mijn ratje is precies, nee. Dat dan nu, nee, er is niemand niet aangewezen. Dat dan nu precies zo anders draait. Naarmate dat u verder gaat, wordt hij precies een beetje ja, dan draait hij anders, hè. Allee, ja. Ja, als je dat zo even kwijt bent, geen keertje.
Dan ga ik eens even weer terug gaan om dat toch in orde te krijgen. Want dat heb ik nogal gedaan. Ziet u, het wordt korter om te draaien en dan wordt het moeilijker, ja, inderdaad. Nou, ik vind nu ja, nieuwe spirograaf. Het is dan juist weer een hele moeilijke. Dat dat niet zo... slecht is. Zo. Hier zijn we. Want bij die kleintjes is het al heel moeilijk om die te maken. Ja, en deze is 3 keren. Ik ben altijd maar bang dat het erover zet er wordt aan. Ja. Nou, misschien denk ik toch nog weer opzij. Maar ik denk niet dat je veel van gaat zien, want dat kleine foutje. Dat zie je nu. En nu is het weer wat gemakkelijker, omdat je langere afstanden hebt. Het is zo in het midden van de spirograaf. In het midden van het spiraal. Ja, omdat je twijfelt dat je nu juist, maar je moet gewoon blijven voortdragen. Dat is wel moeilijker, ja. Ja, maar je verwisselt dan ook al eens van kleur. En dan, ja... Nu gaan we eens eventjes kijken. Ja. Eigenlijk is dat... Voor de eerste keer is dat prachtig. Is dat prachtig gelukt. Behalve hier, ja. Dat ik een klein beetje gemist heb, maar... En dat was dus met ratje 84, het grootste ratje dat erbij is. U kunt daar nu natuurlijk nog veel meer dingen mee doen. Dus ja, beste kijkers, dat was dan die mooie spirograaf. Ik zal u nog eens laten zien. En u kunt u dus nieuw krijgen. Op eBay of u kunt ze op elkaar krijgen.
occasie krijgen dat ze dus al ge... Maar wij hebben die doos al schoon gerestaureerd, al schoon geplakt en zo. En ik gebruik dat toch maar in huis. Dus goedenavond nog allemaal. Dag.